Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de Keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Joppie Buiten. Ja, we zijn er weer. Ferry de Bond. Ik ook. En mijn eigen persoontje Lars van Velsen. Gelukkig. We hebben er zin in. Die op, jij zit allemaal te springen helemaal. Ja, Lauwe Scottje aan. Lylan Scott tot? Ik ben Lauwe Scott tot het bot. Okay. Gewoon foodie supporter hier natuurlijk. Wat een legend, hè. Wie? Martijn Kaars. Met zijn hupje. Ja. Ja, overtuigend hupje ook. Ja, het waren zelfs twee hupjes volgens mij. Ja, twee hupjes. En toen gewoon nog een keer. Hup. Ja, nee. Dat zag er goed uit, man. Lekker was natuurlijk tegen NAC. Ja. Je hebt geen bier over me heen kunnen gooien. Want je zat aan de andere kant even. Hè? Dat was jammer. Ik was pissen. Ja, serieus. Heb je niet gezien? Ik sta te pissen en een beetje te ahoeren. En opeens hoor ik Annie van Hooijdonk. Dan denk ik, want ik hoor niemand juichen. Ik denk, dat is niet goed. En toen kwam ik terug naar boven. En toen zeiden die gasten het van, die klote kaars. Er staat nog zo'n lepje te doen. Ja, dat is mooi. Maar het is wel mooi, hè, want mijn DM die ontplofte gelijk. Van, heb je het gezien? Hij deed het hupje op Twitter, mensen. Dat was mooi. Meteen allemaal denken, dat vind ik vooral leuk. Ja. Dat we dan gewoon, zeg maar, laten we pakken bij 10 mensen zijn. Die dan meteen denken, ik ga toch naar de Eerste West sturen dat er een hupje is. Dat vind ik toch wel mooi. Maar heb jij nog contact gehad met Martijn? Wat was dat, joh? Want hij loopt gewoon te appen. Ja, voor de wedstrijd dan. Maar terwijl hij op het veld loopt hij dan even met jou te appen. Ja, ik had hem eerst 's middags al even een app gestuurd. Dat ik hem succes wens en dat hij beste 4-1 mocht maken. En toen zat ik in Café Beatrix aan mijn eerste pilsje. En toen stuurde hij al van, zit je nou wat te fluiten? Want ik sta op het veld. Maar, dus, maar ik wist dat dus, we hadden het net even over. Ik wist dus niet dat een Helmond Sport, die gaat dus ook een beetje zoals Ajax, als ze dan tegen Real moeten, dan in Bernabeu. Of Feyenoord. Hoe heet het ook, van Atletico Madrid, dat stadion. Niet dat ze zo binnenlopen, koptelefoontje op. Het Metropolitan. Ja, zoiets. Ja, hier. Ja. Ja. Ja, 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 die dus. Maar, en we hebben er nu twee die alles weten. Ja, dat is echt ongelooflijk. Twee ontzettende voetbalnerds hebben. Dat is wel leuk. Kijk, Hugo die is er weer. Ja. Hugo, hoe was je vakantie in Curaçao? Lekker? Je bent bruin ook, man. Ja, even serieus. Ja. Rood vooral, hoor. Maar heb je geneukt, Daphne? En wij hebben ook eventjes, wij hebben Jur Braakman, onze tekstschrijver, zit ook gewoon in de studio. Lekker, man. De man dankzij wie we viraal zijn. Ja, en dankjewel, jongen. Jij nog geneukt? Niet een Curaçao. Kijk, dat is een heel mooi antwoord. Lekker, dat is een heel mooi antwoord. Nee, maar Wanda Metro. Metropolitana. Ja, maar dan lopen hun ook zo het stadion. Dan lopen ze te kijken. Ah, ja, dan gaan ze een beetje sfeertje voelen. Ja. Gras voelen. Van hoe ligt het radverleg erbij. Ja. Dan heb je natuurlijk ook al gasten. Die hebben allemaal van die rituelen. Ja. Die raken wel even dat gas aan. Ja. Even tot God is het ook vaak natuurlijk al. Je hebt er ook altijd een paar die alleen maar met koptelefoon en helemaal. Ja. Ja. Die een beetje zo door het stadion heen lopen. Ja, lekker, man. Hey, maar die kaars. Kijk, we zijn vriend van de show. Maar het is ook echt een goede voetballer. Ja. Maar dat vergeten wij soms gewoon. Want die is echt lekker bezig. Bij NAC, ik heb het nu live kunnen aanschouwen. Maar hij heeft verder geen kans gehad of zo. Dus het is gewoon één keer een goede spits. Een onachtzaamheid bij NAC en hij maakt het meteen af. Gewoon een goede speler. De enige in Nederland die hem geen goede speler vindt. Anko Jansen. Ja, Anko Jansen. Anko Jansen die staat tegenwoordig met een hele interessante bril op. Hè? Staat hij ineens gewoon heel serieus te analyseren. Dat klopt. Al wereldvindt ook Anko Jansen. Maar Anko Jansen die moet dat wel gaan rectificeren. Over Martijn Kaars. Ja, zeker. En hij hoort dit, dat weten wij. Hij is een vaste luisteraar. Maar die kaars, hè? Want wij nemen vandaag op maandag. Is de Ballon d'Or uitreiking. Ja. Zou die Messi of kaars? Op dit moment. Ja, ik denk kaars. Messi, ja. Het loopt wel kaars, toch? Ja, dat denk ik ook. Kaars. Messi, dat is een niveau van Lick Mavesh natuurlijk. Waar hij nu speelt. In Amerika. Zoals jij voor de show zei, kaars is robbed. Robbed. Hij is zeker robbed. Yes. Hey, moeten we hem eigenlijk niet even bellen of zo? Zullen we vrijdag. Teddy van Ferry. Ja, ja? Bellen we even kaars. Teddy van Ferry, want jij regelt toch nooit wat ver. We maken het je makkelijk. Ja. Kaars in de telly. Ja, die belt zelf iedere keer. Dus zouden jullie mij niet eens een keer bellen? Mooi, Martijntje. Hey, dan even door. Jij haalde het net al Feyenoord eventjes aan. Want Feyenoord moeten we natuurlijk ook niet vergeten in deze podcast. Ja, de penis van Pijk Sjouw. Ja, zo.
Dat was een goede lul. Een goede lul. Ik moet zeggen, hij hebben een grotere dan ons drie, denk ik. Bij elkaar. Ja. Nou, ja. Ik heb hem niet gezien. Ik moet hem eerst even zien. Nou, dat was een TikTok-filmpje of een filmpje? Een Insta-filmpje was hij lekker voor de spiegel. Je weet hoe die Brazilianen zijn. Die houden van dansen. Ja. Dus hij was lekker aan het dansen. Alleen op een gegeven moment had hij geen onderbroek aan. Dus op een gegeven moment zag hij die zwals van hem. Zag hij zo lekker heen en weer. Mee aan dansen, die zwals. Maar dat is altijd wel genieten. BN'ers bij wie dat gebeurt. Hè? Want we hebben een tijdje geleden, jullie zijn niet echt van de Formule 1, maar je hebt Rob Campus een keer gehad. Oh ja, ja, ja. Die vroeg op zijn story, dat moest een direct DM'tje zijn. Rob Campus. En je hebt laat. Vet. Even je lekker. Ja. En dan met zijn 10.000 volgers. Ja, ja, ja. Dan, we gaan even story zetten. En dan de volgende dag zeggen ze, hij reed wel hard hoor. Maxi. Ja, en je had volgens mij 2 of 3 weken geleden dat je Tim of Tom Coronel, hou ik even in het midden, die een foto maakte in het hotel in Abu Dhabi en die ook in zijn blote zwans in het raam te zien was. Ja, en ik hoorde ook dat Ferry ook zo'n filmpje rondgaat, of niet? Van mij? Ja. Ik heb die alleen maar naar een aantal mensen gestuurd, dus ik vind het gek dat die rondgaat. Ik zweer het je, en dat durf ik echt waar, met mijn hand op mijn Lauwe Scott logo. Mm-hmm. Ik heb nog nooit een foto of zo'n filmpje van mijn lul gemaakt. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Nou. Nee, dat durf ik echt. Hand op een Lauwe Scott logo. Jij, Lars? Nee. Als ik teleurgesteld wil zijn, dan... Nee, man. Ja, maar Ferry, jij wel, Fer? Jij bent ook natuurlijk wel, joh. Ja? Ja, hoppakee. Tuurlijk. Lekker man. Nee, maar even serieus, Pike Show. Ik kan prima dansen. Wie? Pike Show, hoe heet dat? Pike Show? Pike Show, toch? Hoe spreek je het uit? Pike Show. Pike Show. Pike Show. Pike Show. Hij speelt al 1,5 jaar bij Feyenoord, hè? Dat ja, Pike Show. Ja, maar ik kon ook Kukchu, kon ik ook niet zo goed uitspreken. Nu wel, ja. Nu gaat het beter. Pike Show. Pike Show. Hey, maar dan even door. Want Jur hebben we net al een beetje geïntroduceerd, want het was natuurlijk de afgelopen 2 weken viraliteit. Ja. Ja. Het was bizar. Maar... Lekker man. Jij hebt je ook gemeld op TikTok. Ja, ik zit erop, jongens. Ja. Ik zit op de tok. Ja. En mijn allereerste filmpje, een lied over Henk Veerman. Ja. Geschreven door onze gast, Jur Braakman. Hij ging direct... Viraal. Hij ging direct viraal. Het is ongelooflijk. Mijn laatste 2 posten, niet echt. Nee. Maar ik moet ook daarover wat over zeggen, Joop. Ja. Want vorige week zou ik jou eigenlijk nog wat TikTok les geven. Is er niet van gekomen. Nee. Je moet hashtags gebruiken. Ah, oké. Okay. Je hebt geen hashtags gebruikt. Heb ik een paar hoor. Jawel. Ik heb een paar hashtags gebruikt. Oké. Okay. Fiep doe je dan. Fiep toch? Fiep. Ja toch? For your page. For your page. For your page. Hashtag viral. Ja. Hashtag Dutch. Nee, maar dat moet dus meer gaan gebruiken. Ja, meer. Dan moet je even laten zien hoe het moet dadelijk. Ja, goed, gaan we straks even lezen. Maar zou het niet komen omdat Veerman gewoon zo lelijk is? Dat heb jij daar gezien? Daar waren ook wat comments over trouwens. Hè? Ja, wat zeiden ze dan? Nou, die zouden mensen, die zeiden... Ja, jij werd ook nog meegenomen in mijn val. Ja. Nee joh. Ja, ik kon daarvan genieten, want jij weet, als er iets negatiefs over mij, dan zit ik in de put. Ja. Maar dit was andersom. Er waren mensen die zeiden, Joop en Ferry hebben weinig recht van spreken. Dus dat vond ik wel heel lekker. Dat klopt wel. Hé, maar even over dat TikTok gesproken. Ja. Als er mensen luisteren en die hebben tieners in huis, of misschien zelfs nog jonger, je moet ze er niet op laten. Want je ziet een partij bagger voorbij komen. Ja, dat is net waar je op zoekt, hè? Ja, maar ik heb om nog niks gezocht en je ziet alleen maar bagger voorbij komen. Maar wat deed je is bagger? Coaches die in crypto zitten. Je ziet een of andere Alex Sosse zie je schreeuwen de hele tijd. Ja. Allemaal van dat soort dingetjes. Ik snap het. Ik ben eigenlijk op TikTok gegaan om mijn zoon in de gaten te houden. Want die zit er ook op. Maar het maar is waar nu kijkt al, hij, ik, maar ik ben 42 kijkt hij jaar. Dan? Ja. En ik snap nu al niet wat hij doet. Ja. Hij heeft een of ander filmpje gemaakt. Dat is dan in 3 delen. En daar is hij dan ook. Nu heeft hij ook 50.000 kijkers of zo mee gehaald. Okay. En ik snap oprecht niet. Maar wat doet hij dan in dat filmpje? Ja, hij niks. Ja, ik wil dat je buiten de uitzending even laten. Maar ik kan daar niks uithalen wat leuk is of grappig of mooi. Maar wel gewoon 50.000 En dan gaat hij in het Engels met die mensen praten in de chat. Zeg maar. Okay. En ik snap er helemaal niks van. Ja. Okay. Nee, ik heb echt nog niks leuks voorbij zien komen. Dat ik denk van, hierom zitten mensen op TikTok. Nee? Maar daarom zou ik dus wel de mensen aanraden om mij te volgen. Ja, dan heb je het wel. Dat Joop, is een partij hoog niveau, jongen. Ik heb wel één ding, één leuk ding ben ik op TikTok tegengekomen. Ja. FC Volendam. Ja, die hebben ons ook gepost. Ja. Ook weer met het lied. Dankjewel, Jur. Weer bedankt. Alleen niet zonder bronvermelding. Dat was jammer. Ja, jammer. Ja. Maar wel leuk, man. Lekker. Ja.
ja. We gaan lekker dus, erop. We gaan heerlijk. Ja. TikTok, man. Prachtig. Prachtig. Hé, hey, dan gaan we door even naar de... Eigenlijk moeten wij even een dansje doen vanavond of zo, dat we dat op TikTok gooien. Ja, ja, zeker. Ja, toch? Dat even moeten we doen. Ja, moeten straks. We doen. Oh, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. En dat doet Hugo mee. Ja, Hugo mee. Mee. Hugo is al type ervoor. Hugo, zit jij op TikTok persoonlijk? Okay. Nee. Okay. Jur, zit jij op TikTok? Heel goed. Hey heren, vorige week hebben we geloof ik 35 minuten gedaan voordat we het over de eerste voetbalwedstrijd gingen hebben. Dat gaan we nu iets sneller doen. Oh. Cambuur tegen FC Groningen. Cambuur tegen FC Groningen. Heb jij dat gezien, Ferry? Nee, hè? Nee. Jij hebt niet gekeken. Was dat dit weekend? Ja, maar je hebt toch wel wat gezien, Fer. Kom op. Even kom denken, Cambuur Groningen, maar die was niet op vrijdag, hè? Nee, die was op zondag. Oh ja, ik heb er wel stukjes van gezien, ja. Thoughts? Nee, ik ben even stil. Ik wil Ferry even horen erover. Ik ben gewoon even stil. Die balken. Van de Water speelde niet. Het is weer een toestand. Het is weer een toestand. Nee, maar ik laat dit even hoor. Ja, ik hou even ongemak. Ja. Even laten zo. Ja, dan ga ik maar wel beginnen. Bij Groningen. Wat? Henk de Jong? Die is trainer van Cambuur toch? Ja. Tegenwoordig. Mensen, dit kan toch niet? Nee, T is ontslagen? Ja, dus ja. Begrepen? Nee, maar ik ga gewoon even... Ik heb gezapt tussen Twente Feyenoord en Cambuur Groningen. Maar ik heb wel heel veel goals gemist. Want toen ik begon stond het al 1-0. Want dat was die veel sneller, die 1-0. Ja, Marco Tol. Ja. Goed binnengeschoten. Marco Tol. Prima binnengeschoten. Oh, nou gaan jullie beginnen. Ja. Nou, laat maar horen. Joop even. Nee, ik wil vooral even over die Sylvester van der Water en onze grote vriend Henk de Jong. Sylvester van der Water en Henk de Jong. Sylvester van der Water is volgens mij tot de winterstop uit de selectie. Uit de selectie. Dat was een mooi bericht. Ja. Alleen, en waarom? Dus het mooie is, ze hadden een verschil in inzicht over het spel. Ja. Ze hadden verschil, dus dan tot de winterstop, omdat je niet helemaal eens bent met de tactiek. Ja. En daarna gaan we zeg maar van de Waters tactiek proberen al een jaar. Dat lijkt me de sterk. Dat denk ik ook niet. Want het gerucht was dat Sylvester van der Water Henk de Jong heeft verslagen. Dat is niet zo. Dat heb Henk de Jong al echt wel stellig ontkracht. Maar het was gewoon een verschil als jij door in spelinzicht. Vorige hoeveel is dat nog? 3 maanden? Ja. Uit de selectie wordt gezet, dan heb je wel 3 moorden gepleegd. Ja, maar gewoon record aankoop en eigenlijk misschien wel de beste aanvaller als hij in zijn beste doen is. Ja. Ik vind het een goede rechtsbuiten. Ja, ja, 5 ton. Dus daar is natuurlijk gewoon wat gebeurd en misschien heeft Sylvester van der Water Henk de Jong helemaal verrot gescholden of zo. Weet jij veel? Ja. Er is wel wat gebeurd. Ja, dit is wel goed. Ja, maar tot de winterstop. En dan gaan ze op zoek naar een oplossing in de winterstop. Nou, dan weet jij wat de oplossing is. Ja, dan gaat Henk de Jong weg. Ja, ze vest als je die gaat weg. Nee, maar goed, Henk de Jong die zei, de grens is bereikt. Toen heb ik gezegd, nu houdt het op. Dat verschil van inzicht over hoe wij voetballen had ik niet alleen. Was er al lang. Maar ook, hij is een week trainer, hè? Hij is het zo niet eens met de tactiek. Ja, dat is echt bizar. Terwijl als ik toch naar hem kijk, dan denk ik, nou... Sylvester van der Water zet het wel even neer. Tactisch meester bij. Ja, maar we hebben van jullie wel begrepen dat wij niet te kritisch mogen zijn op Sylvester van der Water. Ja, het is ook, hij komt ook van het kamp. Dus Sylvester, nee, maar zoals ik al wekenlang zeg, goede rechtsbuiten. Ja, zeker. Wereldspeler. Pak zijn doelpunten mee, assist. Ja. Ja, ik vind het een goede speler. Nee, is het ook zeker. Maar ja, wie gaat ervoor betalen in de winterstop? Want ik neem aan dat ze wel iets terug willen zien bij Cambuur. Als hij 5 ton heeft gekost, dan moet hij nog wel wat opleveren. Dan gaan ze gewoon wel flink verlies op pakken, toch? Ja. Ik denk dat hij vooral van de Water bij de wijn zal moeten doen. Ja, lekker man. Sterk. Ja, maar ik vond het wel weer een lekker potje of zo om lekker te kijken. Ja, toch? Nou, want Groningen die wisselde in de rust 3 keer. Ja. En toen kwam er even nieuw elan. Toen dacht ik van, zoals ze er nog over. Klopt, prima doelpunt van Lente van FC Groningen. Is prima, maar ik heb 2 Groningen podcasts geluisterd deze week. Die zijn te voet gegaan, toch? Ja, dat waren die jongens van het... Thijs Faber met zijn kornuiten. Die hebben Gudde helemaal afgeslacht deze week. Okay. Die hebben, en dan heb ik ook niet nog, de eerste keer, hoor. Niet de eerste keer. Ja, die moeten hem niet. Nee. Die zeggen, hij is overal bij geweest en verantwoordelijk voor geweest. En die hebben zich ook een beetje met dat technische beleid bemoeid. En hun vinden alle spelers ook gewoon kut. Mm. Dus Gudde moet weg. Maar ik heb ook de Koffiecorner geluisterd. Oh. Dat is weer met Nivinho, Martin Drent. Ja. Best wel een leuke podcast trouwens om te luisteren. Die beginnen al... Ik zeg nog niet dat die... aan de stoelpoten van Dick Lukien proberen dus nu aan het zagen zijn. Maar ze kijken wel al naar de... Waar de stoel staat. Ja, ze kijken er wel naar. Ze kijken wel naar die stoel. Okay. Want hun zeggen wel... Dick Lukien, die heeft vertrouwen in een aantal spelers gehad. Komt er nog niet uit. Dus hij heeft dat verkeerd
ingeschat. Dus het begint wel te morren. Te morren. Maar weet je wat ik daar wel, maar dat misschien, want ik zou dan een beetje buitenaf, dus misschien is dat bij NAC nooit anders. Maar zij hadden eerst Danny Buijs. En toen verloren ze op het einde alles. Hè? Die heeft toen na de winterstop bijna geen potje meer gewonnen. En het grappige is, die hebben ze later nog teruggevraagd ook om erin te stappen. Ja. Maar toen verloren ze, toen kwam die Wormoed. Ja. Toen verloren ze nog steeds alles. Toen nam die dingen het over, die van de Ree. Het verloren ze, verloren ze nog steeds alles. Ja. En nu in Lukina verliezen ze alles. Ja. Zou het dan aan de trainer liggen of niet? Ik denk aan een manier van spelen. Ze moeten bij Sylvester aan het water gaan vragen wat een betere tactiek is. En weet je wat ook wel grappig is eigenlijk? Want ik was ook bezig aan het vergelijken zo die podcast. Die jongens van Kon het wat minder. Dat is een beetje supporters podcast. Die praten ABN. Maar die podcast van RTV Noord, kijk, dat vind ik lekker. Die versta je ook af en toe niet. Nee, dat is vind wel je mooi, dat is wel zo Noord. Wel zo'n Noords accent. Noordelijk accent. Noordelijk accent. Dat moet je hebben wel bij clubpodcast, vind ik. Dat moet gewoon in het... In de moerstaal zijn. Want Thijs Faber praat ABN. Ja. Die versta ik de hele tijd. Ja. Nee. Dat is niks. Dat moet je niet hebben dan bij je een club. Luister ook. Ja. Nee, je moet bij een clubpodcast moet in de moerstaal zijn. Een beetje zoals ook Kijk op de Middijk. Ja, daar versta ik ook niks van. En ik luister gewoon één keer de twee weken, anderhalf uur lang. Heerlijk. Over de linksback van FC Emmen. Dat is toch heerlijk. Hey, nog wel even een saillant detail, want Balk was natuurlijk degene die scoorde. Hij ging natuurlijk niet lekker weg bij Groningen, pak ze revanche. En Henk de Jong zegt, naast het veld een klein skatsie, erin een klein ratje. Kijk, mooi gezegd van onze mooie. Ja. Maar ik vind Balk ook wel een lekker druistige speler. Ik hou daar niet van. Nee, hou je niet van die druistigheid? Nou ja, nee, ik van hem niet. Wat dan? Oh. Ja, ik vind ten eerste dat hij een jankhoofd heeft. Oké. Toch? Kan ik wel inkomen, als ik heel eerlijk ben. En altijd die zwalbes en zo, en altijd dat verongelijkte, ik weet niet. Ja, maar dat is gewoon zijn uitstraling. Daar kan hij op zich niks aan doen. Nee, ik kan niks aan doen. Aan hoe hij kijkt, toch? Nee. Nee, maar dan is het voor mij... Kijk, jij bent een beetje zo'n bedweterige look. Ja, daar kan ik wel wat aan doen. Ja, daar kan ik wel wat aan doen. Nee, ik vind die Balk wel een lekker spelertje, hoor. Ja, hoor. Weet je, hij tikt hem weer lekker binnen. Want, heb jij het doelpunt gezien? Ja, die heb ik net bij jou thuis zitten kijken. Ah. Nee, die had ik gezien. Die intikken. Dat dan staat hij er wel weer gewoon. Absoluut, absoluut. Ik heb het idee dat jij bij JLWO vaker gewoon keek. Toen had ik een betere stagiair nog. Okay. Toen werd ook alles... Een schijntje. Nog even als laatste, want de man waar het al weken over gaat natuurlijk. Kevin van Veen, weer bankie. Had nog wel een kansie op de 2-2. Ja, en dan schoot hij veel te wild, want dat was gewoon 100% kans, hè. Schoot hij veel te wild over. Wordt het nog wat? Vind ik moeilijk om te zeggen, maar ik denk het gewoon niet. Ferry? Ik baalde wel, want... Ik zag dat de RTV Noord, die hadden de interviewtjes online gezet. Vijf minuten Kevin van Veen, dus ik ga ervoor zitten. En? Maar hij zei eigenlijk niet echt iets geks. Nee? Nee. Dat was wel redelijk rustig. Ja, was jammer. Dat was jammer. Ja, maar hij... Nee, maar dit niet genoemd? Ferry de Bonte. Nee, maar dit wordt hem zeker niet. Te wild in zijn koppie gewoon op dit moment. Toch? Ja, die zit er niet lekker in. Nee. Die zit er niet lekker in. Hey, dan gaan we door naar ADO Den Haag tegen VVV Venlo. En Jo Bijt, jij zou daarbij aanwezig zijn. Ja, jongens. Maar? Schaam me kapot. Moet je horen. Ik schaam me kapot. Kijk, planning is alles in het leven. Hè? Is key. Dus dat is gewoon ook gewoon een tip voor iedereen. Heren, plan het goed wanneer je club niet thuis speelt. Want een weekje of twee geleden zei Rosa, Joop... ik ga even uit eten vrijdag. Dus ik zeg, joh, hartstikke leuk. Moet je doen. Ja, toch? Ga lekker. Maar pak je tijd. Dan kom ik er natuurlijk een dag later. Ja. Kom ik achter van, godverdomme, ADO speelt. Ja. Dus ik heb een wedstrijdje gemist. Oh. Dus ik schaam me kapot. Maar je had Loetje toch gewoon mee kunnen nemen op Midden-Noord? Nee, dat ken nog niet. Hoe oud moet, wanneer zou je meenemen? Op Midden-Noord zeker niet. Maar wel naar zo'n, nee, echt niet. Maar naar zo'n kindervak. Jaartje of 6, 7 is nou, denk maar ik dat is nog, nee, want ik had die van mij bij pas. Ja. Die mocht er mee het veld op. Ja, dan ben ik echt aan het bezighouden. Ja, ja, ja. Oh, want ze kregen ze Thaïs en alle spelerskaarten. Ga ze maar eens op alfabet leggen, weet je wel. Maar dat, nee, die houden dat niet zomaar 90 minuten vol. De zoon van mijn neefie, kleinzoon van John, vaste luisteraar trouwens. Mm-hmm. Die, John en Anita? Nee, John en Geetje. Oh, nee, maar je hebt John en Anita, die reageert altijd op YouTube. Nee, dat die reageert. Mijn oom reageert toch niet op YouTube? Dat kan toch? Kom op, man. Wat lul je nou allemaal? Maar die was dus ook met zijn kleinzoon. Die kleinzoon die voelde ook geen reet aan. Die zei, ja, ik kan hier niks doen.
Nee. Alleen maar voetbal kijken natuurlijk. Wat kan ik je doen dan? Zo leuk is dat niet zo voor die kids. Ik heb toen één keer, mocht mijn oudste, de korfballer, daar mis is gaan, dat kan ook. En de TikToker. Ja. Die mocht toen mee op het veld. Wat had ik bij de kidsclub aangemaakt, maar thuiswedstrijden was altijd kansloos. Dus dacht ik, doe ik een keer een uitwedstrijd. Toen mocht hij mee op het veld bij AZ NAC in de Eredivisie nog. Dus ik heel dat tering eind naar Alkmaar gereden. Nou, hij mee het veld op, dus... Nou, een zak chips gegeven, cola gegeven. En nou, uiteindelijk mijn telefoon gegeven. Was mijn batterij op. Ja. Nog voor rust. Ja. Dus ik ben in de 55ste minuut naar huis gegaan. Van Alkmaar weer terug. Heerlijk. Lekker man. Even met je zoontje op stap. Hey, dan wel even Henk Veerman draait natuurlijk bijzonder goed in Den Haag. Maak er een gelijkmaker. Overtreding or no? Nee, ik zeg van niet. Hij zegt zelf van wel. Ja, jammer dan Henk. Hij zegt zelf, ik denk dat het wel heel dicht bij een overtreding zat. Maar ja. wat was nou, die had daarvoor al 12 keer gevallen of zo? Dus ja, hij zei wel over zijn tegenstander, over Roel Jans inderdaad. Maar misschien komt het omdat de beste man al 12 keer gedoken had. Ja daarom. Ja, waar ik wel van baalde. Kijk, ADO die komt op 2-1. Weet je, we komen 2-1 voor. En dan moest je die wedstrijd wel echt gewoon naar je toe trekken. Want we geven op een gegeven moment de corner weg. Waaruit die goal valt. En dat komt door die Asante. Die moet dan... Weet je, die gaat er niet lekker in. Die had die bal gewoon weg kunnen ruimen. Doet dan niet goed. Het wordt corner. Gewoon een beetje lamlendig erin duiken. Weet je, denk ik, ja. Kalisic zei ook, zelfs als je duizelig bent en zwart voor je ogen ziet, moet je de laatste 5 minuten gewoon het resultaat in de naam houden. Was dat Asante? Dat was Asante pas bij. Ja, het ging wel denk ik wel een beetje over. Wat? Niet? Wat zeg je nou? Nee, ik weet niet over wie het ging. Maar dan moet je er... ik hoorde wel dat hij dat zei. Maar Asante die geeft die corner weg. En dan moet je gewoon veel meer doogelassen zijn. Veel meer doogelozer zijn. Maar Asante, hij was toch ook toen tegen Excelsior degene die Klopt. Die speelt nog geen goed seizoen. Zit wel een jong oranje. Je hebt echt wat talent. Dus hij heeft veel mee. Ik heb ook nog wel vertrouwen in hem, maar hij moet wel echt even een tikkie erop. Die Asante die moet wat vaker in zijn blote lul voor de spiegel gaan staan. Ja, daarom lekker swingen, dan kom je filmen. Lekker erin. Dan kom je er zeer goed in. Ja, natuurlijk man. Hey, maar wij zitten ook midden in het wereldje. Dat is nu wel duidelijk. Ja, dat was mooi. Kijk, we hebben natuurlijk tuurlijk. Eerst Martijn Kaars, maar na de wedstrijd Joop Buit. Ja, Rick Kruis. Ja. Rick Kruis tijdens een interview met onze vrienden van ESPN. Die begint gewoon over de eerste, de beste. Ja, we hebben toch een lekkere 2-2 eruit getrokken. Want ik heb vandaag naar de eerste, de beste geluisterd. Ja. En hun zeiden allemaal, een ruime overwinning van ADO. Ja. Ja, onze mening doet er zeker toe. Ja. Hebben wij VVV op scherp gezet? Dat zou je wel kunnen. Ik denk dat ze uitgeprint hebben en zo in de bus opgehangen. Nee, ik vond het mooi, want vooral omdat je Rick Kruis op het moment dat hij het gaat zeggen, zie je een soort halve milliseconde ervoor zie je hem even zo lachen. Zo van, ik ga dit even zeggen. Ja, dat ik de eerste beste luister. En ik sta er nog steeds van te kijken dat ook gewoon sommige spelers lopen te luisteren. Trainers lopen te luisteren. Is mooi man. Ja. Maar want wij zijn wel voor altijd verbonden aan Rick Kruis, hè? Wat dan? Dat telefoongesprek, dat gebruiken ze op de Hogeschool van Journalistiek. Zo moet het niet. Ik word er nog wel zwetend van wakker. Nou gebeurt mij dat vaker, maar als ik daaraan denk, helemaal. Nee, het was leuk. Maar Rick Kruis, SO naar jou. Ja, zeker. En gewoon een goed resultaat. Jammer voor de ADO'tje, maar... Ik zeg het altijd, het is de meest stoere trainer van zeker de KKD. Weten. Zeker weten. Ik moet jouw telefoon pakken. Ga je weg? Even mijn telefoontje pakken, want we zijn aangekomen bij... Ik zat met zoveel vraagtekens, alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. Het leukste onderdeel van deze podcast. Mystery guest. De mystery guest. Lekker. Jawel. Altijd leuk. Dit was het moment om die tune erin. Zou die nou net geweest zijn, de tune, of niet? Ja, hij is nu net geweest, Oké, mooi. Gaan we weer de vragen erbij pakken? Ja, yes, dan ga ik even naar Hugo kijken. Hugo, even kijken, is de mystery Hugo. Guest er klaar voor? Oké, dan. Als jullie vragen hebben, jongens, dan... Je kunt het soms door de vragen al weten, niet. Van vandaag, ja. Ja? Weet jij het al door de vragen? Nee, kijk, maar mijn laatste appie van Hugo, dat zijn ook die vragen. Dus ik was eventjes in de war van welke vragen moet ik stellen. Even voor de duidelijkheid voor de kijkers en luisteraars. We gaan natuurlijk elke week Mystery Guest bellen en Joop en Ferry gaan vragen stellen om die identiteit achter te halen. En ik mag beginnen. Jij mag beginnen, ik ga nu bellen. Gaat het telefoontje open? Goedenavond. Hey, goedenavond, mystery guest van onze podcast. Goeiedag. Goedenavond, ik zit hier samen met Jo Buit en Ferry de Bond. En zij gaan u omstebeurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u er klaar voor? Zeker. Oké, dan. Joop gaat beginnen. Mag ik alleen maar met ja of nee antwoorden? Nee. Je mag gewoon lekker vertellen. Goed zo. Kijk,
Jopie. Van wanneer tot wanneer liep jouw carrière als prof ongeveer? Nee. 1996. Oké. Okay. Tot en met, even denken, 2006. Oké. Okay. Okay. Wat is het mooiste stadion waarin je in die jaren gespeeld hebt? Ik denk de Kuip. Ja, zo Kuip. Rotterdammer, denk ik. Je bent in je carrière 1 keer naar het buitenland geweest. Hoe ver was dat vliegen? Ik ben wel meerdere keren naar het buitenland geweest. Oh, oh, nou dankjewel redacteur. Ja, om te voetballen. Oh, om te voetballen. Dat is een andere vraag. Hoe lang was het vliegen? 24 uur. 24 uur. Uur. Australië of zo. Of gewoon hier in België. Dat je... Ja, ligt eraan hoe je vliegt. Ja. Heel veel tussenstops. Heel veel tussenstops. Ja. Wat is de beste speler waarmee je ooit samenspeelde? Alessandro Del Piero. Kijk. Oh. Del Piero? Die heeft ook ergens in zijn nadagen toch? In India? Australië of India? Australië, volgens mij. Ja. Ben je momenteel nog actief in de voetballerij? Jazeker. En mag ik vragen wat je dan... Nee, nee, nog niet. Sorry. Dat gaat te ver. Ik heb nog twee vragen. Ja. Heb je wel eens jezelf gefilmd terwijl je aan het dansen bent in je blote reet? Nee. Oké. Okay. Kom je ondanks dat je gestopt bent als voetballer nog wel eens in actie op het veld? Jazeker. Dit zijn de ja-nee vragen, Joop. Kijk. Ja, ik denk wel, door deze vraag kom ik er wel. Welke is mooier? De baard van Andrea Pirlo of de baard van Hans Mulder? Of toch die van jezelf? Oh. Ik denk van Hans Mulder. Ja. Dat is, mooi, ik weet, dat is ook een mooie baard. Dat is ook een strakke baard. Is dat, hè? Ja. Ja. Ik weet het al. Zal ik mijn laatste vraag nog even stellen? Ja, doe maar. Is de club waar je momenteel werkzaam bent actief in de KKD? En zo ja, op welke positie staan jullie? Nog wel. Oh. Ja. En wij staan op dit moment vijfde. Ja, kijk, dan wil ik het al zeggen hoor. Het is Pascal Bosgaard. Ja, zeker. Yeah, jawel. Ja, in één keer goed. Ja, ja. Zo moeilijk was dat niet, hè? Nee, ik had al een vermoeden toen je goeie avond zei. Ja, stem, ik dacht ook. Ik al. Want ik heb, wat was dat, Goedemorgen Eredivisie gezien pas geleden? Ook nog, ja. Ja, en Joop, je bent ook bij mij bij IJsmeer geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat was een item van heel hoog niveau, Pascal. Dat was heel hoog niveau. Ja, dat was... Van daaruit zijn we de lift ingegaan. Ja, dat was mijn landelijke doorbraak. En nu zit ik hier in een heel klein hok met allemaal mannen om me heen. Heerlijk. Nou, daar is niks mis mee, toch? Nee, daarom. Daar is niks mis mee. Hey, maar even... Wat denk je waar ik op dit moment sta? Nou, vertel, in een ballenhok? Nou, ik zou je zeggen, ik ben in Linschoten. Oh. Ik ben uitgenodigd door een groep vrienden van Feyenoord. En daar zit ook iemand bij van de Raad van Commissarissen van FC Dordrecht. En die doen elke maand, doen zij in het sterrenrestaurant De Burgemeester, doen zij zelf koken. Oké. En dan ik sta dus nu zelf, ik heb nu even een onderbreking, maar ik sta zelf straks in de keuken een sterrengerecht te maken. Oké. Okay, is het een voorgerecht of een hoofdgerecht? Wat zeg je? Wat moet je maken? Voorgerecht of hoofdgerecht? Ik heb het hoofdgerecht. Zo. Okay. Ja, ik heb een babau met aubergine en weet ik het allemaal van wat voor rotzooi erin. maar dat lukt niet heel aardig, moet ik zeggen. Oh. Maar gelukkig is de sterrenchef zelf ook aanwezig om ons in ieder geval bij te springen. Jij was blij dat we even belden. Anders gaat niet goed. Okay. Lekker man. Een babauwtje met aubergine, lekker man. Lekker. Ja, het is echt, ik moet zeggen, ik heb het eventjes geproefd. Eventjes. Ja, als kok moet je ook eventjes natuurlijk van tevoren voorproeven natuurlijk. Ja. Maar dat smaakt heel goed. Als je het ziet, zeg maar, dan denk je bij jezelf, nou, als dit gaat smaken, dan weet ik het niet. het is echt goed. Maar smaakt het beter dan de wat was het ook weer? De Twanini van Huizen en de broodje, wat was het? Jari Shwarma? Ja, de Twanini van Huizen, die heb ik niet meegemaakt. Oh. Broodje Baldé. Die was vorig jaar. Oh ja. Maar we hebben wel een aantal boekworsten alweer gehad. Ja. Dus nee, dit smaakt wel beter, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. De Jari Souvlaki. De Jari Souvlaki inderdaad, ja. Heerlijk. Klopt. Hey, maar Pascal, even over Dordrecht. Want ik ben nog met afkicken begin van het seizoen geweest. Toen hadden jullie net Kriwak gehaald. Ja. Maar die kan gewoon goals maken.
die is uiteindelijk is die inderdaad na een moeilijke beginfase is die steeds beter gaan spelen, goals gaan maken. En dat is volgens een hele mooie aanwinst, absoluut. Ja, kijk, FC Dordrecht is toch altijd een beetje het lelijke eentje geweest voor lange tijd. Dit seizoen, het gaat echt niet normaal goed. Is dat toch dan de hand van Pascal Bosgaard? Nou, dat mag je zelf invullen. maar nee, ja, weet je, kijk, Dordrecht is de laatste jaren natuurlijk 18e, 17e, 16e geëindigd. En nu hebben we een goede selectie met een aantal nieuwe jongens. Jongens die de afgelopen jaren niet waren. Ik zei de gek die ook nog een steentje mag bijdragen. Nee. En we doen het goed. En het is ook niet eens zo onverdienstelijk. We hebben niet eens ergens punten gestolen. We hebben zelfs 4 punten te weinig op dit moment, denk ik. We hebben natuurlijk NAC in de laatste minuut gelijk gespeeld. Ja. We hadden 4 punten meer kunnen hebben. En dan hadden we misschien zelfs tweede gestaan. Maar goed, dat is voor Dordt begrippen op dit moment 5e is echt wel, is echt wel fantastisch. Ja, ik ben altijd dan een beetje aan het zoeken van hoe komt dat dan dat ineens zo'n ploeg dan ineens in zo'n flow komt? Ja, dat is lastig, dat is ongrijpbaar. Ja. Je krijgt natuurlijk, ik zelf krijg heel veel mensen natuurlijk, dat komt bij jou, bla bla bla, maar dat vind ik echt onzin. Weet je, we doen het met elkaar en dat dan nu misschien toevallig in de staf, en dat met Michele en ik zei de gek, goed klikt, dat we elkaar gewoon goed aanvullen en het gaat lopen, we hebben een goede tactiek. Ik heb dingen die ik goed vind meegenomen. En Mick heeft van zichzelf dingen. Nou, dat hebben we mooi samen kunnen voegen. En het loopt. En de eerste 12 wedstrijden gaat echt bijzonder goed. Ja. En we zetten Dordrecht weer op de kaart. Dus dat is mooi. Ja, kijk, ik ben natuurlijk fulltime hierover aan het nadenken. Als podcastmaker. Zeker. Alleen maar met die KKD bezig. En ik ben er wel achter gekomen. Dat komt omdat jullie daar zo goed uitzien in die pakken. Of niet? Ja, jullie stralen wat uit, man, langs die lijn. Ja, en weet je hoe die pakken geregeld zijn? Nou? Nou, dat is ook een mooi verhaal. Ik zei tegen Nick in het begin van het seizoen, ik zeg, wat hebben wij voor kleding aan tijdens de wedstrijden? Ja. Nou, hij zei, wij hebben eigenlijk gewoon onze trainingskleding aan, die we ook gewoon door de week aan hebben. Die hebben we ook gewoon op de bank. Ik zeg, dat gaan we dan even veranderen. Want als je er goed uitziet, dan is het al, dan sta je bij wijze van spreken al 1-0 voor. Uitstraling. Oh. Tuurlijk. Maar daar was geen sponsor of geen budget voor binnen Dordrecht. Dus dan heb ik een maatje van mij gevraagd of die ons wilde aankleden. Dus we hebben nu als staf hebben we in ieder geval een mooi pakje aan. Ja, mooi man. Ziet er goed uit. Hey, Pascal, ja, het ziet er mooi uit. Ja, man. Even daarop volgend, hè. Want ik heb pas geleden, heb ik hier ook in de podcast verteld, heb ik echt even naar jou zitten kijken. Ja. En ik heb hem ook gewoon even pauze gezet. Ja. En ik dacht eerst van dit is net iemand die bij de Albert Heijn het dakloze krantje verkoopt. Ja, zeg, Ferry. Nou, en toen bleef ik kijken en ik denk, ja, ik vind het ook weer wat hebben. En ik vroeg mij af van, hoe zijn de reacties van de vrouwen? Maar de conclusie is? Nou, ik vind het mooi. Ja, ik vind het mooi. Ferry kwam tot de conclusie dat je eigenlijk een hele knappe man bent. Ja. Maar hoe kijken de vrouwen daarna? Krijg je veel reacties? Nou, dat weet ik niet. Ik doe het puur omdat ik het zelf, ik vind het zelf gewoon prima. Ik heb dit ingezet tijdens mijn Australië verhaal. En eigenlijk heb ik sinds die tijd heb ik een baard. En die baard die is nog steeds aanwezig. Die is af en toe wat korter, af en toe wat langer. Nee, ik doe het absoluut niet voor de buitenwereld. Ik doe het puur voor mezelf. Dus wat mensen ervan vinden, dat boeit mij geen ene reet, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, zo is het. Ik doe het echt gewoon puur voor mezelf. Hey, ik was even gauw op Wikipedia gegaan. Ja. En nou zie ik bij jou dat jij gedetacheerd bent door Feyenoord, klopt dat? Ja, klopt. Nee, ik ben in dienst, ik heb een contract bij Feyenoord. En ik ben volgens mij een van de eerste trainers die zeg maar neergezet wordt bij een andere club. Okay. Dus ik ben in dienst bij Feyenoord en ik ben bij Dordrecht neergezet. Ja, om daar omdat de boel een beetje omhoog te krikken, zeg maar. Oké. Okay. En heb je dan ook extra aandacht voor die huurlingen? Of is voor jou iedereen gewoon... Natuurlijk heb je daar aandacht voor. Ik vind alleen dat we de andere jongens anders tekort doen als we daar geen aandacht aan geven. Maar er is zeker wel heel veel aandacht voor jongens vanuit Feyenoord die misschien eventueel potentie hebben om Feyenoord 1 te kunnen halen. En daar hebben we ook gewoon dagelijks contact over met Feyenoord. Hoe de voortgang gaat en ontwikkeling. Dus dat is, die samenwerking is heel goed op dit moment. Ik ben trouwens een vraag vergeten te stellen. Oh. En de vraag is? Zet je schrap? Nee, joh. Ja, ik ga hem stellen. Wat is jullie doelstelling dit jaar? Mooi. Nou ja, ik heb de doelstelling voor het seizoen uitgesproken. Ik heb een aantal weken die jongens gezien natuurlijk op de trainingen.
En ik heb gezegd, nou, linker rijtje moet haalbaar zijn. Omdat ze natuurlijk ook 18e, 17e, 16e zijn geëindigd. En dat is voor mij, die lat is te laag. Dus ik heb mezelf misschien in het begin wat overschat. Met te zeggen linker rijtje en misschien zelfs play-off plekken. Maar als ik nu een voorspelling zou moeten doen, zou ik... kampioen. Als wij op deze plek... Ja. Nou, kampioen is misschien wat overdreven. Maar als ik als wij met Dordrecht, laten we zeggen... Nou ja, rond deze plek kunnen eindigen, dan zit er wel een polonaise in. Ik heb jullie voor het seizoen top 6 voorspeld, Pascal. Ik zag het ook al snel. Ja. Voor het seizoen? Ja. Nou, nee, dat vind ik, dat was heel optimistisch. Ja, toen was het toch nak. Ik denk dat je wel gestart hebt op voetbal. Ja, dat blijkt wel. Dat blijkt wel. Ja, toen was het Dordt-NAC en ik ben NAC-supporter, maar toen speelde je daar ook veel beter. Heb je onze eerste wedstrijd NAC gezien of niet? Ja, die heb ik gezien. Hè. Maar ja, toen dacht ik ook nog van het kan misschien aan NAC liggen. Maar, dat lag dus niet in NAC achteraf. Nee. Dus, en NAC was dus een wedstrijd waarvan ik achteraf vind dat we onszelf tekort gedaan hebben in de laatste minuut. 100%, zeker weten. Ja. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Hey, onze collega Tim Reserveur zit ook bij jullie in de selectie. Jazeker. Wat is die slecht, hè, dit jaar? Ah! Oh. Ja, weet je wat het is? Hij is echt fantastisch voor de groep. wat minder is. Maar Tim is voor de groep en ook voor het voetballen bij ons. Ook trainingen en ook wedstrijden, want hij krijgt genoeg minuten. Is het echt wel een hele belangrijke persoon. Het is een aanvoerder zonder aanvoerdersband. Hey, als je nog iemand zoekt die heel belangrijk in de kleedkamer kan zijn, dan hou ik me aanbevolen. Ja, nou goed, ik heb jou vaker gezien in de kleedkamer. Alleen, nou goed, dan hebben we daar twee mensen met een paard rond. Ja. Dan hebben we daar concurrentie. Ja. Ja. Jij hebt wel een betere huid, dat wel. Ja. Ja. Hey, heb je nog wel tijd voor de rebellen, of niet? Ben je er nog? Ja. Heb je nog tijd voor de rebellen of niet? Jazeker heb ik er tijd voor, absoluut. Nee, ik doe er zeker nog aan mee. Er is nog één wedstrijd is er gaande. Die is dan volgens mij zaterdag. Daar kan ik zelf helaas alleen niet mee bezig zijn. Dan zit het seizoen in ieder geval voor dit jaar erop. Oh, ja. En dan gaan we volgend jaar weer verder. Dus dat is superleuk. Komt een nieuwe kalender uit. Dat is ook leuk. Kalendertje? Dus een kalender, ja zeker. En wat voor foto's staan erin dan? Wat zeg je? Wat voor foto's staan erin dan? Nou, er staan dit jaar hebben we een kalender gemaakt met de rebellen. Een uiteraard een maandkalender. Maar die maandkalender die hebben dus thema's. Ja. Dus dat is winterkalender, wintermaand, een Valentijnsmaand, weet ik het, een vakantiemaand. Dus er zitten genoeg maanden in waarin wij zichtbaar zijn. En dat kopen ook mensen dan echt? Ja, dat kopen mensen zeker. Ja, ik snap het ook niet hoor, maar goed. Het wordt voor mij zelfs gratis weggegeven. Dus. Okay. Lekker man. Top. Pascal, dankjewel dat wij je even mochten bellen, man. En, ja, leuk. Nou, ja, ik krijg nu ook een boze gezicht vanuit de keuken waar ik blijf. Dus, ik wil het ragoedje wil ik niet missen. Nee. Ga snel terug naar de Bapau met aubergine. En dan gaan wij Dordrecht dit seizoen kritisch in de gang houden. Ja, zeker. Dat vind ik heel mooi. Yes. Goed. Oké, dankjewel. Tot de volgende avond. Hoi. Pascal Bosraat. Mooi. Jawel. Klopt. En speels met de baard dus. Hè. Soms wat langer, soms wat korter. Ja, ik hoorde het ook al meteen. Ja, ik hoorde het ook stiekem al. Ja? Ja, ja, tuurlijk man. Mooi. Pascaltje Bossa. Mooi. Ik ben inderdaad een keer bij hem langs geweest toen. Ook weer voor de ruim met buit. Was ook luchtig leuk. Item. Was goed een programma. Heel luchtig item. En was ook een hele aardige vent. Maar dat hoor je ook gewoon gelijk. Ja, dat hoor je wel. Ja. Ik vond ook, dit is de eerste mystery guest die eigenlijk aan ons een verhaal ging vertellen. Ja. Dat was ook mooi, hè? Hij nam het meteen over. Ja. Dat was mooi. Mediaman, hè? Ook Media stiekem wel mee. Want hij zit ook inderdaad veel bij ESPN aan dat tafeltje. Ja, daar was bij goede regelmaat. Zeker. Dus een mening verkondigen. En eigenlijk gewoon toen hij zei vijfde plek, toen dacht ik had het nog niet zo in mijn hoofd zitten dat Dordrecht gewoon vijfde. Ja, dus het echt goed. Die hebben al twee wedstrijden echt simpel gewonnen. Ja. Met 4-1 en 5-0 of zo. Ja. Bizar. Het was vrijdag 5-1 tegen Den Bosch, toch? Ja, 5-1. 5-0, 5-1. Ja, zoiets. En volgens mij... Ja, en daarvoor tegen Jong Ajax. Nee, dat klopt. Die Kriwak inderdaad lang. Maar scoren makkelijk. Hey, op een gegeven moment had die Kriwak, die geeft een balletje achter zijn stambeen, geeft hij hem zo door. Ja. En dan komt de doelpunt uit. Dat is mooi hoor. Waanzinnig, Kriwak. Ja. Volgens mij nog nooit buiten Oostenrijk gespeeld, geloof ik. Nog nooit heel weinig goals gemaakt en dan bij Dordt begint. Ja, dan gaat het los. Prachtig. Hey, dan heren, gaan we door naar de randzaken. We zijn er alweer. En dan gaan we beginnen met... Het regenboogshirt van Telstar. Oei. Thoughts. Gevoelig, hè?
Het is heel gevoelig. Zeker ook voor volgens mij 5 spelers van Telstar. Die hebben, ja, 4 spelers. Nou, die hebben daar niet in gespeeld. Die hebben daarvoor gekozen. En nu moet ik zeggen, ik zeg altijd Mike Snoei, mooie man. Zeker. Nu heb ik hem ook in de media daar over horen praten bij de NOS, bij de ESPN. Ja, ja. Ja, die man moet gewoon minister-president worden van Nederland. Want hoe hij dat deed, daar stond echt een leider. Echt een leider die op dat moment aan het verbinden was. Weet je, die jongens niet afvalt. Nee. Die wel zegt, joh, wij staan hiervoor als Telstar. Maar dat zijn ook gewoon topgasten. Die willen daar niet in spelen. Dat respecteren wij ook. Ja. Maar wij staan hier, weet je, hij viel niemand af. Nee. En hij bleef verbinden. Menig politicus kan daar een voorbeeld aan nemen. Ja. Echt waar. Hij deed dat echt top. Want hij zei dus ook, inderdaad, dat shirt stond ook symbool voor tolerantie. Hè, en dus keuzes respecteren van anderen. Maar hij zei dus ook van dat ze niet gestraft gingen worden. Want hij zei, de boodschap gaat juist om tolerantie. Als we er nou consequenties aan gaan verbinden, dan respecteren wij niet hun keuze. Ja. Ja. Zijn we niet tolerant. Dus hij deed dat echt hartstikke mooi, vond ik. Maar ik denk wel met dit soort acties, hè, dat zijn dan goed bedoelde acties. Maar als je ziet wat een ellende daarover. Ja, er komt steeds meer weerstand. Als je dan de reacties ziet onder die tweetjes en zo. Van de ene helft is boos. Omdat dat wordt door je strot geduwd. Hè, de andere helft is boos op die gasten. Ja. Want die Marokkanen passen zich niet aan. Weet je wel, dus je doet het eigenlijk niet goed. Nee. Je kunt het beste gewoon maar niks doen. Want dan anders. Maar goed, ja, Snoei heeft het wel. Ik vond echt dat hij dat heel, heel, heel goed deed. En Telstar wint gewoon weer in blessuretijd. Ongelooflijk. Hè? Dat is echt een van de gekke aan het worden. 4 keer of zo. En gewoon 85 minuten met 10 man. Hè? Ja. Ja, Danny Bakker uit Den Haag. Rood kaartje. Die zag even een mannetje niet lopen in zijn rug. Maar ik vond het trouwens. Ja, het was zo per ongeluk. Zo per ongeluk dat ik dacht, ja, rood. Ik wist hem niet helemaal. Nee, maar hij is wel begrepen. Heb jij het überhaupt gezien? Ik heb het zeker weten gezien. Ja, oké, dan is het goed. Nee, ik heb het zeker weten gezien. Was het rood of niet? In principe wel. Dat was een beetje wel doorgebroken speler of zo-achtig, hè, ja. Maar daar wilde ik vorige week aan, we hebben het vorige week niet meer over gehad. Maar nu weer, die supporters van Top Os. Maar ja, dat is ellende joh, voor die gasten. Die waren dus vorige keer bij Jong AZ. Op Weidewormen en waaien en regenen. Ja. En ze stonden binnen 10 minuten al met 2-0 achter. Kansloos. En dan zie je ze staan met een mannetje of 30. En nu weer, dan denk je van, nou, we gaan naar Telstar. Hé, dit doen er 4 niet mee. Hup. Ja. Lekker. Hey, rode kaart. Rode kaart. Denk, nou, dit kan wel eens onze avond worden. Ja, dan staan ze daar weer. Joh. Nou, echt respect voor die gasten. Want het is iedere keer ellende. En ze blijven gewoon meegaan. Dus, ik ben benieuwd in de winterstop. Ik hoop dat Linton. Lintonnetje. Ja. Die moet toch wat uit de hoge hoed Linton gaan toveren. Maar zal gasten, wat toch? Belletje moeten gaan plegen, denk ik. Ja, op de middenstip. Mooi. De derde keer op rij ook thuis gewonnen in blessuretijd door Telstar. Ja, maar even top. Saai dit jaar. Saai ploegie. Gebeurt niks leuks. Den Bosch heeft de titel saai ploeg doorgegeven aan Top Os. Ja, dat komt natuurlijk door één iemand. Dat is mijn grote vriend Ikeshita. Die ging even vanaf deze City week. City boy. Ja. Wij kunnen met deze podcast bij Top Os alles onrustig maken. Wat dan? Ik heb daar een contactpersoon, hè? Dat weet je toch? Ja, maar jij gaat niet openstoken daar. Nee? Zo. Nee, dat vind ik niet leuk. Dan brengen moet je wel doen. Wat reuring. Ja, dat wel wat gebeurt. Dat wij weer iets hebben om over te praten. Ja. Dat is een cirkeltje rond. Ja, wacht nog eventjes. Laten we nog even mee wachten. Telstar wel op stoom. Eerste 7 duels, 1 puntje. En nu in de laatste 5 duels, 9 punten. Dus dat gaat heel erg goed. En altijd een leuk dingetje. Jan-Willem Spaans, schrijver bij de George volgens mij ook, viel op dat... De wat? Bij de George. De George. Trouwens, bedankt dat jullie hebben gesponsord. Zeker weten. Zeker gewaardeerd. 100% dat er altijd 1963 toeschouwers zijn bij Telstar. Ja, dat is mooi. Dat is heel leuk. Toevallig. Het is wel echt een leuke cultclub nu. Zeker. Het ging 2 jaar geleden, vond ik het soms een beetje over de top. Ja. Maar ik vind nu dat ze het heel erg goed doen. En nog even over dat shirt. Ik vind het wel gewoon een mooie actie van ze. Van joh, wij zijn een hele tolerante club. Hier staan wij voor. Dus wij doen dat gewoon even 1 keer in het jaar. Ik dacht dat we dat die heb ik allemaal weg een beetje gehaald. Okay. Want wij zijn niet tolerant. Nee. Zeker niet tolerant. Nee, nee, nee. Dat iedereen kijkt. Ja. Hey, dan nog even door naar de Brigata Tifosi van de Graafschap. Zo. Ja. 20 jaar. Gefeliciteerd allemaal. Zeker. Gefeliciteerd. Vanaf hier. Geweldige actie. Ja. Ja, dit is echt gewoon serieus de nummer 1 van Europa. Qua
sfeeracties en zo. Ja? Als jij dit, hoe groot zou die groep zijn? Een man of 50? Ja, wel, als iedereen komt? Wel voor zo'n kleine club. Voor zo'n kleine club. Ja, maar zij hebben gewoon 5 sfeeracties in 1 wedstrijd. Ja. Dus ze hebben allemaal niet naar die wedstrijd kunnen kijken. Nee. Want die hebben die opkomst gehad. Oké, jongens, even terug dat pakken en hier dit regelen. En, ja, die, prachtig. Voor de wedstrijd dat de Joker zo boven dat stadion uitkwam, dat vond ik wel kick, hoor. Ja, en het mooiste is dat er dus gasten waren die in het stadion waren blijven slapen om alles onopgemerkt te laten blijven. Dus om te zorgen dat er geen... Ja. Echt fanatiek, joh. Ja. Fanatiek. Ja. Hey, maar FC Eindhoven had ook een mooie actie, hè? Ja. Dat was één gozer die had een Batman-pak aangetrokken. Ja, want bij de Graafschap is natuurlijk inderdaad altijd de Joker. De Joker, en er stond een Batman in het uitvoer. Maar ik vond dat wel een goeie, maar eigenlijk ook weer dat ik dacht van... daar mogen wij ook weer niet te hard om... als je ziet dat ze al die moeite doen bij de Graafschap en bij Eindhoven trekt de ene pak aan. Die eist al aandacht op. Ja, dat is waar, dat is waar. Nou ja, die echte Joker, daar was de scheids ook niet zo blij mee. Hè? Wat dan? Ja, dat was gewoon tijdens een wedstrijd. En toen kwam daar achter de goal zeg maar weer zo'n spannende knoop. Ja. Met de echte Joker. En die stond met zijn ding in zijn handen, die 4 pijlen afschoot. Maar daar hebben ze toch de wedstrijd maar even voor stilgelegd. Ja, toch maar wel even. Maar dat was niet expres, toch? Dat, met dat vuurwerk. Wat bedoel je? Nou ja, dat was gewoon gepland, toch? Ja. Ja, nee, ja, precies. Nee, maar dat het... Nee, goed. Okay. En niet gewonnen? Expres. Niet expres. Tuurlijk niet. Expres. Ze dus een nooit doen daar in de Achterhoek. Ze dachten dat het een blessurebehandeling was. Ja. dan, Leo Oldenburger. Ja. Bekend natuurlijk als commentator en FCM-fan. Ja. Is ook gewoon muzikant. Ja. Met een soort van indie rock nummertje. De Gretzky. De Gretzky. Zal ik even kijken hoe dat nummer heet eigenlijk? Here we go again. Here we go, Here we again. Go again. Mag ik iets daarvan laten horen snel op Spotify? Als Leo dat goed vindt. Zeggen wij een claim van Leo Holdenburger. Ja. Leo. Lekker dat is man. Lekker. En dadelijk gaat hij zingen en je hoort ook dat het Leo is. Ja. Ja, en? Prachtig. Lekker toch? Een heel lekker nummertje. Ja toch? We doen even een klein linkje in de beschrijving. Zeker man. Hij is gewoon een multitalent, Leo Oldenburger. Kan alles, maar zo zijn wij in de KKD. Ja. Nou, we kunnen van kunnen alles. Hebben jullie hem ook nog gezien tegen Willem Engel trouwens? Leo Oldenburger, ja. Ja, want we hadden natuurlijk Bas Dorst gehad bij de wedstrijd van NEC en je weet... Willem Engel. Die gaat gewoon ging niet gelijk, ging niet serieus staan. Ah, wat eng weer. Dus Leo Oldenburger had naar hem gestuurd. Hou je bek. Heel goed. Ja. Heel goed, Leo. Daar waren veel mensen mee eens. Ja, daar waren heel veel mensen mee eens. Maar zouden ze nu bij ESPN ook wel doorhebben dat wij heel van het pleasen zijn? Ja, maar toch Leo nu ook weer. Ja. Ja, maar dat zijn onze vrienden, toch? Dat zijn onze vrienden. Maar ja, wanneer krijgen we wat samen, terug? Samen maken wij die KKD mooier. Samen naar de top. Ja, samen. Zo is het. Samen nou, Neil, je kunt weer bellen. Ja. Hey, dan nog even wat, want één dingetje. Dat is wel een klein beetje een foutje van ons. De eerste, de beste, checkt redelijk weinig de DM. Er zijn wel eens tijden dat we wat minder DM checken. Nou kwamen we iets waanzinnigs tegen in de DM. Oh, ja. Kleine shout-out naar Mart KB. Een Heracles-fan. Wat gebeurde er? Hij schrijft het volgende. Het was een spannende dag zondag in Almelo. 1-2 achter tegen onze grote rivaal. Het is de 85ste minuut en onze Seuningen, de zaakjes Sonneberg, is aan het warmlopen. Ik zeg tegen mijn maat, onze redder in nood. Als hij ingebracht wordt, in de spits gaat staan en ons redt van deze ondergang, dan zal ik hem eren met een shirtje. En je gelooft het nooit, maar 2 minuten later is het zover. Sven valt in en jou hoor. Hij rent naar voren, balcontact 2. En daar is hij dan, de redder in nood, onze Sven, onze Seuningen. Ja. En hij heeft dus een shirtje gemaakt met Seuningen. Seuningen achterop. Vind ik prachtig. Ja, is heel mooi. Vind ik prachtig. Vind ik Seuningen. Seuningen. Dus, we zetten wat neer. Hè. We zetten wat neer. Kleine shout-out naar Mart KB vanaf hier. Ja, leuk. Dan, als laatste heren, een kleine update wat betreft de kerstborrel. Oh, wat is de update? Spannend. De update is eigenlijk dat we nog niet zoveel weten. Oké, okay, oké. Okay. Maar er zijn interessante gesprekken gaande over de locatie die staan in de draaiboek. Bordeel? Moet ik het zo een beetje zien? Klein bordeeltje, lekker? Ja, Hugo weet meer. Maar in ieder geval, alles is nog steeds gaande, dus daar komen gewoon updates over. Ja. En 9 december staat nog steeds bij iedereen in. Hey, maar ik zat nog wel een beetje met die... want de inschrijving is gesloten. Mm-hmm. Maar hoe werkt, want straks, het is nog best ver, 9 december, straks kunnen er 10 mensen niet. Mm-hmm. Mogen er dan wel weer 10 anderen die dan denken, wow, ik wil toch. Nee. Dan doen we gewoon even zo. Niet Te moeilijk over doen. Nee, ik vind ook dat we niet streng moeten zijn. Te streng over doen, dat is eigenlijk martpakjes aan, hè? Ja. Hey, hoe is het eigenlijk met Mart? Die zit lekker op Bali, die is gewoon heen en weer aan het vliegen. Hoe lang is hij nog weg? Is hij al terug?
Hij komt terug. Volgens mij komt hij morgen terug. Ja, hij zou volgens mij vandaag terugkomen, maar zou hij morgen er niet zijn, omdat hij dan bang was voor een jetlag. Ja, heb ik ook gehoord. Ja, zei Wouter, ja. Hij had nog een paar dagen extra vrijgenomen. Hey, weet je wie ook gewoon wekelijks luistert nu naar ons? Nee? Nou? Rosa, mijn vriendin. Oh, dan moet je oppassen. Die zegt ineens tegen mij, Joop, over die borrel, ga je dan een hotelletje pakken? Want dan hadden we natuurlijk geroepen, dan ga je een hotel pakken. Ja. Ik zeg, hoe weet jij dat? Ja, ik luister die podcast wekelijks. Dat wist ik helemaal niet, joh. Dus ik zeg, oh shit, dan moet ik wel een beetje uit gaan kijken. Want ik loop het zeggen. Maar toen zei ze wel, daar hoef je geen zorgen om te maken. Okay. Ik mocht gewoon in bed slapen, dus ik denk niet dat mijn vrouw heeft geluisterd. Mooi, we gaan het zien allemaal op de kerstborrel. Ik wil deze podcast in ieder geval afgelopen. Ik wil iedereen oproepen 5 sterren te doen op Spotify. Volgens mij zitten we nu op de 1,1k met 5 sterren. Dus dat is prachtig. Vergeet niet te liken en te subscriben natuurlijk op YouTube. En deel het ook met je vrienden. En deel het een keer met je vrienden. Want wij willen weer even een stapje omhoog met die luistercijfers. Juist. Zeker ook op YouTube. Moet een beetje, dus deel het met die mensen. Juist. Volgend jaar aan zijn ze bij staat. Daar gaan we kijkcijfers krijgen. Nee, maar dat komt... John van het Schip is aangesteld bij Ajax. Ja, we zijn nog niet klaar met de podcast. Nee. John van Schip is aangesteld. Kijk, ik wil Ajax niet redden, hè. Maar hoe kom je nou erop als Ajax zijnde om John van het Schip aan te stellen? John van het Schip is nergens geslaagd. Nee. En Maduro hebben ze dan aangesteld als assistent. Mm-hmm. Want die moet dan leren van een ervaren coach. Mm-hmm. Die moet dan nu leren van een coach die nergens is geslaagd. Ja. Dat is toch heel raar beleid? Dat is raar beleid. Dat is toch raar? Maar ik denk nog steeds dat dit gewoon een project is. Ja, om gewoon van hoe krijg je een succesvolle club binnen 2 seizoenen helemaal kapot? Maar echt? Ja, echt helemaal kapot. Hè? Het is huur een Hagenese. Het is een kunstproject, wil je zeggen. Ja, van het Rietveld Academie. Lekker conceptueel. Nee, maar weet je, hun hebben gewoon hetzelfde beleid als het slecht gaat in Den Haag of slecht gaat in Breda. Want als het slecht gaat in Den Haag, zeggen wij... Dikkie. Hagenese aan het roer. Ja, ja. Als het slecht gaat in Breda, zeggen we willen Ton Lokhoff. Ja. Of Maaskant. Of Maaskant, je hebt Pierre van Hooijdonk en Graham Arnold. En hun zeggen gewoon alles Amsterdams. Ja. Dat is gewoon precies hetzelfde beleid. Ze doen maar wat al die mensen. Wat ik eigenlijk het meest bizarre van alles vond, is dat er nu dus gewoon Ajax supporters zijn die zeggen... Hadden ze Frank de Boer niet kunnen bellen. Ja. Dus dat je op een punt komt dat je smakt. Hey. Snakt. Raffi zondag. Ajax, ik ben bang dat ze gaan degraderen. Ja. Ja. Maar ik vond serieus, Wesley Sneijder tegen Gené, dat vond ik nog erger. Want Wesley Sneijder, die heb je dan toch best hoog staan. Hoeveel, die heeft 100 in het landschap. Ja, dat is onze record. Dat denk record ik ook, international. Die heeft er verstand van. En wat zegt hij dan? Die zegt van... De instelling van Ajax was in de tweede helft niet goed. Nee, ze moeten harder werken. Harder werken. Ja, maar Raffa van der Vaart is wel lekker bezig. Want hij is ook tegenwoordig brand ambassador van het kledingmerk. No Excess. Zal ik even bijpakken wat erbij zijn trouwens? Maar die hebben ook XXL'tjes dan, of niet? Ja, ik had een screenshot gemaakt. Want dat ken ik dan wel. Ja, ja. Raffa van der Vaart op zijn Instagram. Comfort is my top priority in clothing. Ik hoorde hem zeggen. Which is why I'm thrilled to announce my role as brand ambassador for No Excess Official. Sta je ook met zo'n kop op de foto zo. Ja, lekker man. In een heel doodnormaal jasje. Terwijl je hem daar verwacht, hè, bij zijn recensie voor een cafetaria. Ja. Trouwens, nieuwe opzet Studio Voetbal, fan van? Met publiek. Ja? Ja, er moet wel wat leven in komen daar zo. Okay. Dus ik hoor ook veel kritiek. Ja, ik kijk eigenlijk nooit, hoor, moet ik zeggen. Hmm. Maar ik hoorde ook veel kritiek. Van Pierre? Nee, gewoon van de mensen. Ja, van de mensen. Okay. Dat het zeg maar een beetje VI-achtig gaat. Ja, nee, daar lijkt kijk, het want ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik kijk, maar dat is het. Ze moeten het spannender maken, want ook ik kijk al jaren niet. Nee. Eigenlijk sinds Tom weg is, kijk ik niet. Mm-hmm. Okay. Maar dat maakt niet uit. Maar ze proberen het wel een beetje levendiger te maken en spannender. Dus het moet inderdaad een beetje VI, het moet gaan schuren. Ja. Mensen maar kijken dat niet af en toe tussen Raffi en Pierre. Ja. Hey, maar we gaan het afsluiten. Ja, vergeet niet te doen. 5 sterren op Spotify. Vergeet niet te liken en te subscriben op YouTube. Volg hem al Joop Buiten op TikTok. En dan zijn we de vrijdag weer. Doei. Lekker man. Doei. Mooie acties. Grote fouten.